En we zijn aangekomen bij toer 16. En toer 16 gaan we aanhechten met paarscharen. Dus daar gaan we. We hebben het laatste halve stokje hier gemaakt. En dan gaan we, je ziet hier weer die eerste steek die in dat draad verdwijnt. En hier bovenop zie je die twee draadjes. Dat is je eerste steek. Daar ga je onder de twee draadjes door. En haalt je paarse garen er doorheen. En door de lus van je haaknaald. Nou, paarse garen even aanhechten. Ik had het fout gedaan, want ik had heel erg gezellig met blauw aangehecht. Dus mijn draadje is al afgeknipt. Zorg anders dat zelf jouw draadje ook even afgeknipt is. Dan kunnen we weer verder. Dan staat er haak 1 lossen. En dan in de volgende steken een half stokje. En voor de uitleg van deze toer is het volgende. Ik heb gevraagd aan Nathalie waarom ze opschuift 4 steken, hier gaat vermeerderen en dan aan de andere kant ook weer gaat vermeerderen. Dat is omdat je hier bij de, hier hebben we net de boord gemaakt, maar hier gaat je band natuurlijk een beetje breder. Dus we moeten ietsje gaan verbreden. En dan straks bij toer 19 gaan we de duim maken. En ongeveer rond deze koers zit dan de vermeerdering. Dus vandaar het aantal. Nou, Nathalie had er 24 en die gaat bij 5 steken vermeerderen. Ik heb 28, dus ik heb voor mezelf bedacht, ik doe hem ietsje anders. Dus ik doe bij 6 steken vermeerderen na de 6e steek. En dan heb ik 14 ertussen en dan weer na die 14e steek verdubbelen. En dan heb ik er ook weer 6. Ik vond dat voor mijn handschoen mooier. Kom je er nou niet uit, heb je een hele kleine handschoen of een veel grotere handschoen, vraag het dan gerust even aan Nathalie of aan mij hoe het moet op haakpatroon fantasiesloffen waar de crochet along gehouden wordt. En dan kunnen wij je verder helpen. Het is niet ingewikkeld, maar ja, misschien dat je zegt van ik kom er even niet uit. Ik heb het ook na moeten vragen aan Nathalie hoor, dus vandaar dat ik nu weet hoe ik het moet doen. We gaan in die eerste steek een half stokje maken. Dat is 1. En dan zegt Nathalie nog 4 halve stokjes. Dus in mijn geval maak ik er nog 5. Maar dit is dus meteen je eerste halve stokje in de eerste steek. Dat is 1, 2, 3, 4 en 5. En als je dus met Nathalie meehaakt, ga je nu verdubbelen. Even kijken, zeg ik het goed? 2, 3, 4, 5, ja. Dan ga je nu in de volgende steek verdubbelen. En heb je meer steken zoals ik, 28, ik doe hem bij 6 steken. En ik ga nu pas mijn halve stokjes verdubbelen. In ieder geval doe 2 halve stokjes in de steken die jij nodig hebt. En dan bij Nathalie doe je er 12 haken en ik ga er 14 haken. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dus heb je nu met Nathalie, ben je aan het meehaken met 24 steken, moet je heel eventjes wachten. En dan maak je de volgende steek die jij hebt, maak je met 2 halve stokjes in 1. Heb je weer die extra vermeerdering. En dan nog de rest van je halve stokjes. In mijn geval zijn dat er 6 als het goed is. 2, 3, 4. Jij bent er waarschijnlijk nu al met 5. En ik heb er 6. Dat was toer 16. Is het niet duidelijk met jouw aantal steken? Vraag het gewoon gerust even na op haakpatroon fantasiesloffen. Nathalie en ik zijn bijna alle dagen wel op de groep dat we kunnen helpen. Zeker Nathalie op haar groep. Dus gewoon even vragen, geen probleem. En dan zie ik je zometeen graag terug voor toer 17 waar we gaan aanhechten met blauw garen. Dus ik zie je graag zo. Tot zo!